weet dat jullie verwachten dat ik elke keer hetzelfde mopje ga maken, maar ik ben dus niet van plan om elke keer van outfit te veranderen in het midden van een zin. Ik geef veel om continuïteit en dit kan ik echt niet maken. Dus alsjeblieft, stop me met te bellen, stop me met te mailen, at me niet. Het gaat niet gebeuren. Deze show stelt kwaliteit boven kwantiteit. Over kwaliteit gesproken. Ik had beloofd dat ik Theo Franke's vlogs ging bespreken en ik en mijn hele crew zitten met onze handen in ons hart. Met ons hart in onze... Met onze handen en met ons hart angstvallig te wachten op zijn eerste vlog. Gelukkig houdt Theo Franke ons wel op de hoogte op zijn Facebook. We zagen hem een paar foto's nemen met een paar van zijn grootste fans. Hij gunde ons een kijkje tussen zijn fanmail. Welke leuke dingen mensen hem vertellen die echt mensen zijn. Die in de echte wereld leven en niet verzonnen zijn en echt bestaan. Great job. Wat willen we nog meer? Hij heeft ons ook op Facebook een kijk gegeven in wat hij doet in Mauritanië anno 2039. Excuseer. 2019. Ja, bijna. 2018. De mens overtroeft de robot. Kijk, ik weet niet wat er net gebeurd is. Wat vreed onze staatssecretaris uit in Mauritanië in 2018? Dag, lieve volgers. Via Marokko ga ik naar Mauritanië. Nouakchott is de hoofdstad. Ik had moeten zeggen dat ik er eigenlijk ook nog niet echt van gehoord had. Wat hebben we daar nu aan om precies te weten hoe de hoofdstad van een land heet of waar dat landen liggen. We hebben graag echte kennis. Mauritanië is het minst bekende. Oké, dat is ook nog eens het minst bekende Maghreb-land. Wat kan het ons schelen en wat die obscure steden gebeurt? Nee. Zeer me niks. Ook een kleinere groep, maar mensen... Kijk, onze staatssecretaris is woke. En onze staatssecretaris is body positive. Hij gaat zelfs naar de landen waar maar een kleine groep magere mensen is. Tot morgen. Dag. Gelukkig voor ons heeft hij nog een update gegeven. Criminelen blijven jagen op de quantumcomputer. Sorry? Een angstaanjagend wapen. Ik heb geen idee wat er blijft misgaan met deze uitzending. Ik vrees dat we doelwit zijn geworden van enkele... Criminelen. Zeer vaardige hackers. De robot. We gaan uiteraard proberen om... De quantumcomputer. Deze update rond Theo Franke professioneel te houden. Angst. Ik hoop uit de grond van mijn handen en mijn hart... Quantum. Dat we verder kunnen gaan met Theo Franken's update. Angstaanjagend. Terug naar de update dus, hopelijk. We hadden het moeten weten. Ik ben in Anouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. Nouakchott is de hoofdstad. Anouakchott, Nouakchott. Nouakchott. Dat speelt gewoon echt geen rol. Als ik begon 0 of 4, hopelijk tegen de verkiezingen 4 of 4. Fantastisch blij, heel tevreden. Dat verdient... Weet je... Dat verdient. Onze verwezenlijkingen hoeven niet altijd kwantificeerbaar te zijn. Het is soms gewoon voldoende om te zeggen dat iets verdient zonder te specificeren wat er precies verdiend wordt. Bling en geld brengen het hoofd van burgers op hol. Ik vind dit een zeer gezonde ontwikkeling. Dat verdient... Een harde strijd. De robot. De quantumcomputer. Een angstaanjagend wapen. Mensen, luister. Malafide netwerken. Het maakt niet uit hoe we steden noemen. Het maakt niet criminelen uit hoeveel magere mensen ontwrichten ons van binnenuit. Pak je spullen en ren. Samen naar niveau S. Nu het nog kan. Welkom in niveau S. Omhels uw geliefde. We slaan terug. Zeg tegen uw geliefde nog één keer. Met de S van safety. Het gezielsveel van hun hout. Maar... Wat doe jij? Ren. Niveau-S. Sue? Hey, hoe zei het jij hier binnengeraakt? Ja, de kat deed open. Zei dat dit zijn gebouw is. Wel, ja. Kijk, ik ben eigenlijk hier om te vragen of dit einde niet een beetje random is. Ik bedoel, waarom denk je dat het grappig is? Wie zit jij? Wat? Theo Franke belde net. 0 of 4. Geeft u 0 op 4. Is dat een Nietzsche's machine? Gebruikt als telefoon. Dit gaat te ver. Kwaliteit boven quantumcomputer.